San is ook nog wakker. Is de achtergrondmuziek er ineens weer? Dit is echt weer zo'n troll ding. Je moet natuurlijk weer zo precies schuin gaan lopen. Ik heb het dun. Hop. Wat zijn die dingen eigenlijk? Ginger, wee! Oh, Ginger, ik zal het bijna vergeten. Ginger. Woehoe! Oh, mijn banjo-imitatie is slecht. Wee! Het is meer goofy. Welke film ga je kijken? En precies. Shark Tale. Je zou moeten een keer, je moet een keer K3 gaan kijken. En dat magische amulet. No! Oeh, vet. Will Smith is een baas. Volgens mij zit er nog iets in die fan, of niet? We moeten eerst uit natuurlijk. We gaan ze met die stomme boot in. De main character is Will Smith. Smith. Oep. Ja, ja. Elsa, je moet je schamen. Wisten jullie ook dat, ik weet niet of jullie Skyrim gespeeld hebben. Zo ja, geef even een seintje. Voor de mensen die Skyrim uitgespeeld hebben, heb ik een mooi effect. Jullie leven zal veranderen. Drie. Oké, laat me zitten. Je hoort dat die draak, die laatste draak, patroon, nog wat of zo, die je gaat helpen tegen Alduin. Alduin, die ook Dragonbrand geeft. Patronax, weet je wie zijn voice actor is?
Wat toen nou, hij heeft dezelfde voice actor als Mario, Charles Martinet. Mhm. Als het goed is wel. Oh god, dan weer. Nee! Voor. Wee, woe, wee. vertel. Wario, Luigi, Waluigi. Luigi ook, hij doet de hele crew. Gaby, schaam je. Je moet je schamen. Om zomaar Wiki's grap te pakken en het zo te verstampen. Zijn shining moment in de spot werpen, in de spotlight. En wat doe jij? Nope. Dat is helemaal top in Somnia. Plan en tijd. Plan en tijd, jongen. Planning that girl. Oh ja, we hebben nou een schema, dat is wel waar. Dat is wel waar. Sorry, ik was er vandaag niet helemaal bij in mijn gedachten. Het is helemaal goed, hè, Gaby. Gaby. We vinden nog steeds aardig hoe Gaby. Je hoort ze zeggen, Mickey. Beter goed gejat dan slecht bedacht. We gaan nou lekker naar binnen. In de love boat. Hoe laat is mijn shift morgen? Ik heb echt geen idee. Moet ik weer dat ding openen? Wat is dat nou? Hoe laat is mijn shift? Wiki, als jij me dat kan wijsmaken. Heb ik een shift? Oh, ik mag weer smiddags van 12 tot 6. Yes! Dat is leuk. Zetten. Je kan ook later als je wil, John. Dan krijg je gewoon vanaf 10. Bijvoorbeeld een 10 tot 1 of zo. Ik wil dat ik hem dat ik je maar 1 uur overpak of zo als je wil, als je het goed vindt. Ik weet niet dat je naar bed wil. Is dat goed? Hij bijvoorbeeld 3 uur van mijn shift pakt. Of ik weet niet, wie is er eigenlijk 's nachts? Wie gaat om 12 uur? Of moet ik ook om 12 uur? Yay! Ik vind hem helemaal top. Yay! Dat ben ik. Jongens, wat is dat nou? Oei! Oei!
Ja, met eigen falie. We missen je, Rick. Dat is het. Who dares to enter boss boombox hold? Wat? Dat kan ik niet tegen, hè? Ik herinner jou helemaal niet meer, boombox. Ga weg. Right in the amygdala. Dat meen je niet. Wat vet! Wat vet! Dat meen je niet! Jongens! We hebben de prijs. Nog meer, ga weg. Goed zo, Peter. Ah ja, push, 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 push. Ik moet natuurlijk sound effects maken, hè. Eerst met die kleintjes afrekenen. And if we die. I'm rolling, rolling, rolling. Weet je dat er morgen ook is? Morgen is een speciale dag ook voor us, voor ons. Tot morgen. Morgen bestaan wij officieel een week. Yep. 1 week. Happy 1 week. Ah, ik weet nog toen ik een jong monster was. Toen had ik een 1 week anniversary feest met mijn ex. Wat een 1 week verkering. Helemaal blij. We got a 1 week anniversary. Wie kan er nou zeggen dat ze in een week van oprichten al een website hebben, al een YouTube hebben met meer dan 200 video's. Al meer dan 200, of bijna, al bijna 2000 views op YouTube. Twitch, sorry. Dit is niet Ustream. Sorry, ik ben helemaal wakker vandaag. Wij zijn gewoon succesvol. Wij hebben swag. Oh. Dat is heel erg kickbutt. We hebben swag. Nee, swag is voor losers. Wij hebben gewoon stijl. We hebben klasse. We zijn gewoon gemaakt van win. Sorry, swag was het eerste wat in me opkwam. We made of win. Als ik nog één keer swag zeg, verwijder me dan maar uit de lijst van streamers. Dat mag niet gezegd worden. Swag! Hashtag altijd de weg kwijt. Ik denk eigenlijk dat we onze streams gewoon een naam moeten geven. Zeg maar, stel dat Wiki gaat streamen en